Ik kijk ontzettend uit naar hoogrijden en ik merk dat het ook echt steeds meer begint te leven bij de mensen. Het is in Nederland en het veldrijden is lang een beetje weggezakt, maar het komt nu echt enorm in de aandacht. En volgens mij wordt er één groot feest in hoogrijden. En ja, natuurlijk hoop ik bij te dragen aan het feest en, nou ja, en voor die titel te kunnen rijden. En het gaat de goede kant op, ik voel me goed. En het zal ongetwijfeld een zware strijd worden en ik zal het niet cadeau krijgen, maar ik doe er alles aan. Het NK was zeker niet slecht. Het gevoel van vorig jaar kwam toch weer een klein beetje terug. En ja, goed, dat ik Mathieu van der Poel niet kon volgen, dat was van tevoren wel verwacht. En dat ik lang mee kon doen voor de tweede plek tegen David van der Poel was ook al... Ja, wel, was al licht verrassend. En dat ik dan in dat podium kon rijden, dat had ik van tevoren op gehoopt, maar toch niet echt al te veel verwacht. Dus ja, goed, dat was inderdaad hoopgevend. En dat geeft toch inderdaad wel een moraal voor het WK. Ja. Wat ga je nu nog aanscherpen? Toch wel de intensiviteitstrainingen. In december ben ik op trainingskamp geweest in Spanje en daar heb ik meer aan de duur getraind. En daarna had ik toch wel het gevoel dat ik een klein beetje slomer ben geworden. En in training ging dat nog best wel goed, maar in de wedstrijd ja, kwam het er gewoon niet echt heel erg uit. En ja, ik miste toch wel een beetje de intensiviteit. Dus daar ga ik in Kalpa aan werken. Vorig jaar was het ook hartstikke zwaar. Maar ja, toen werd je wereldkampioen, dus wat verwacht je voor dit jaar? Ja, ik denk dat het dit jaar nog wel iets lastiger wordt. Want je hebt natuurlijk Van der Poel, je hebt Van Aert, je hebt echt heel veel jongens die echt gewoon een stap gezet hebben afgelopen jaar. En die gewoon echt heel goed rijden op dit moment. Dat heeft gewoon de afgelopen week eigenlijk wel al uitgewezen. En daardoor kan ik niet anders zeggen dat het gewoon heel lastig wordt. En dat het heel lastig wordt om die titel te prolongeren. Katie Compton is de te kloppen vrouw. Deel jij die mening of jij denk jij, het komt wel goed? Nou... Katie Compton is momenteel heel sterk en ze is altijd al sterk, alleen ja, dit jaar heeft ze er nog een schepje bovenop kunnen doen, waardoor het moeilijk lijkt te zijn en waardoor zij nu gewoon wel de favoriet is, denk ik, voor de titel. Maar het is nog even en ik zie mezelf nog wel een klein beetje groeien en dan denk ik dat het een mooie strijd kan worden. Maak jij iets mee van al het publiek wat langs de kant van de weg staat of ben je echt te gefocust op het fietsen? Nou, zoals gisteren vond ik dat heel, heel erg mooi om dat er ja, veel publiek langs de kant staat. En ook veel bekenden en familie, dus daar krijg je wel een beetje moraal van. En bijvoorbeeld op een stijl klimmetje of zo, dan krijg je daar wel nog extra energie van om er toch nog vol voor te gaan. Heb jij het parcours al voor verkend? Nou, ik ken hoogrijden wel op mijn duimpje. Dat is van de omstandigheden afhankelijk hoe het er dan bij gaat liggen natuurlijk. En dat moeten we eigenlijk de laatste week kunnen we dat pas zien. En zelfs op de dag zelf kan het nog veranderen. Wat voor weersomstandigheden heb jij het liefst? Ja, dat vragen meer. Maar ik durf er eigenlijk niet echt iets van te zeggen. Ik denk als het snel wordt, is het een tactische wedstrijd. Dat ligt mij wel. En als het lastig wordt, dan is het toch meer voor op de power. En dat ligt mij ook wel. Dus en dan mag voor mij ook nog wel wat sneeuw bij liggen. Dan kan ik ook nog wel redelijk goed mee omgaan. Dus het is niet echt dat het de weersomstandigheden mij gaan benadelen eigenlijk. Dus eigenlijk maakt het mij vrij weinig uit. Als de vorm maar goed is en als de benen maar goed zijn. En dan denk ik dat het dat wel goed moet komen. Ik hoop de uitslag van vorig jaar proberen te verbeteren. Een achtste plek. Maar ik heb geen idee. Ja, ik ga daar in ieder geval voor.